Behoren deze beelden voortaan tot het verleden? De inwoners van het centrum van Halen hopen van wel. Bij overvloedige regenval en een hoge waterstand van de rivieren kon de Velpe die door het centrum stroomt vaak het overtollige water niet afgevoerd krijgen. Dit overstromingsgebied van 200.000 kubieke meter moet het centrum nu beter beschermen tegen hoogwater. We kennen allemaal nog de overstromingen van in 1998, toen Halen voor een groot stuk, of het centrum althans, onder water stond. En de laatste jaren hebben we nog een aantal keren een dreigende overlast gehad, waar we toch merkten dat de Velpen een probleem gaf. En we zijn ook heel blij dat vandaag dit wachtbekken geopend wordt, waardoor we het centrum van Halen toch alleszins langer kunnen beschermen tegen wateroverlast. Het nieuwe overstromingsgebied creëert een extra buffercapaciteit. Het is eigenlijk een dwarsdijk die in de vallei van de Velpen gebouwd wordt, juist opwaarts van Halen, zodanig dat we het overtollige water, wat niet doorhalen kan zonder overstromingen, ook tijdelijk kunnen stockeren. Als het waterpeil terugzakt in de Velpen, gaan we dat water terug laten wegvloeien. De Vlaamse overheid investeerde samen met de Europese Unie 1,8 miljoen euro in dit overstromingsgebied.